Oh, zijn dat ik niet. Oh, zie! Hé, hey, daar hebben we Quagsire weer. Natuurlijk pakken we die. En een Raichu. Oeh, pak de Stunfisk. Nee, tuurlijk niet. Ik heb niet goed opgelet welke kant op. Maar dat kan nog steeds. We gaan nog terug. Links, denk ik. Maakt niet zo heel veel uit. We kunnen straks nog kiezen. Ja, laten we maar naar links gaan. Hotse vlot. Hotse flits. En nu mijn Max Knuckle nog. Heb jij de Shiny Charm eigenlijk, Jeroen? Oh, dat is wel jammer. Dan is de kans iets kleiner voor jou dat je een Shiny krijgt uit de raids. Dat is nog steeds groot, maar wel minder groot. Kunnen jullie je Wormhole Shinies nog herinneren van Ultra Sun and Moon? Dat waren pas Easy Shinies. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Mianchao of Grablock? Laten we voor Mianchao gaan, denk ik. Ja, laten we voor Mianchao gaan. Laten we hem burnen met Scald. Ik kan hem nu niet meer burnen met Scald, omdat hij al gepoisoned is. Zeker als je de Pokémon League hebt verslagen, dan kan je in Winden kan je Quickballs kopen. En dan gaat het allemaal super makkelijk hoor, al die Pokémon's van elke keer Quickballetje gooien. En als je hem dan niet hebt, dan leave je de battle gewoon en dan ga je de battle opnieuw doen. En dan gooi je nog een Quickball, meestal zit hij gewoon dan. Mianchao is helemaal dood. Al 1131 Regirocket tegengekomen en nog geen Shiny. Ik ga hem al richting de odds. Voor de heals gaan we maar. Maakt niet zoveel uit. En Shinotic heeft gewoon een hele vette shiny, dus dat zou mooi meegenomen zijn als we die krijgen. Grimmsnarl is trouwens ook een vette shiny, dus van daaruit had het niet echt uitgemaakt. Maar die healtjes die zijn wel even nice om te krijgen. Oh, hij hield alles erbij. Wat? Oké, dit deed wel veel damage. Dan gaan we Magikick doen. Shinotic avoided the attack. Wat een eikel. Och, die Relicant heeft er gewoon overleefd. Holy shit. Ik pak hem wel, want dan weten we zeker dat jij hem de volgende. Dat jij hem tegen die Dialga hebt zo. Anders heeft de computer hem en die gebruikt hem nooit. Kijk, Steel Roller. Eindelijk doet hij een keer een aanval. Wat dan hebben, jongens. Nu hopen op Shiny Shinotic. Dat zou heel mooi zijn. En dan kunnen we hem Shiny Notic noemen. Snap je hem? Oké, dit is op zich goed. Want nu hebben we in ieder geval allemaal. Alleen is wel een Steel Pokémon. Dus die is wel heel goed. Alleen we hebben allemaal wel full health. Dus het is iets. Volgens mij hebben we ook nog al onze levens. Dat vind ik wel echt heel irritant, dat je tijdens de battle de levens niet kan zien. Dat zou best wel helpen, zeg maar. Oké, ja, dat was inderdaad de eerste leven die we kwijt zijn geraakt. Nou, dat is mooi. Oeh, de Dynamax beurten zijn ook over. Dat is een beetje sad. Oh, weer de Scolipede. De Scolipede is weer dood. Nee, het gaat inderdaad niet helemaal lekker bij die Scolipede. Dat is een understatement, Sander. Nou, laten we kijken hoor. Relicant niet. Mianchao niet. Oh, Shinotic ik niet. Oh, Nice. Je moet even een fotootje sturen naar Justin.
Eindelijk. Zo nice. Dat denk ik ook, Jeroen. En mijn party, of mijn ding is gesaved. Oké. Heel even kijken. Oh ja, lol, die moet nog allemaal een keer releasen. Waar zal die gespawnd zijn? Hier is hij gespawnd. Super nice. Super nice. Ik ben echt blij. Jezus.